Ja, Bjorn Joska van Groen is komen aanschuiven. Dag, meneer Joska. Ja, u vroeg zich af, hoe zit dat nu met dat interfederaal energiepact? Nu, ik zie de minister met de beslissing van de Vlaamse regering zwaaien, dan zou je denken, klaar. Ja, zo klaar is dat eigenlijk niet. Dus hij zegt van, ik voer uit en ik voer dat energiepact uit, maar ik stel vast dat hij de minister... Hij ook, hè? Ja, ja, tuurlijk. En ik heb die beslissing ook, ik had die ook zelf mee. Maar ik stel eigenlijk vast dat de minister-president naar buiten uit ongelooflijk mistzaait. Want die zegt daarnet ook nog bij collega's, bij uw collega's van Villa Politica, zegt hij gewoon van, nee, de Vlaamse regering heeft dat nooit goedgekeurd. Terwijl Bart Omlijn zegt, jawel, want ik zet het eigenlijk om in beleid. Dus wat mij betreft is het niet zo klaar, wat voor mij wel klaar is. Een document is een document, en de minister die voert dat uit. Ja, ja, tuurlijk. En de minister voert dat uit. En in deze kan ik alleen maar vaststellen dat minister Tomlijn doet wat de Vlaamse regering beslist heeft. En heel Vlaanderen was, denk ik, de afgelopen weken in de ban van wie is de mol. Ik heb hem gevonden in de Vlaamse regering. Dat is de N-VA en dat is Geert Bourgeois. Nu, ik heb de N-VA natuurlijk ook wel horen zeggen, het is een voorwaardelijke goedkeuring op voorwaarde dat de betaalbaarheid gegarandeerd wordt, de bevoorrading gegarandeerd wordt, de duurzaamheid gegarandeerd wordt. Ja, en onder die voorwaarden kan het. Ja, maar in dat akkoord staat ook zeer duidelijk dat we in 2025 eigenlijk loskomen van kernenergie. Als ik vandaag vaststel, vandaag op dit moment, dat 4 van de 7 kerncentrales stil liggen, die liggen vandaag stil, ja, dan wordt het toch wel hoog tijd dat we ervoor zorgen dat we in 2025 echt kunnen afbouwen, want het is op dit moment een onbetrouwbare energiebron geworden. En dus ik vind het ongezien dat de minister-president eigenlijk zijn eigen minister van Energie in de steek laat en in de buitenwereld twijfel zaait, terwijl het nu net een dossier is waar je een daadkrachtig beleid verwacht. Goed, dat punt heeft u gemaakt. Als die kerncentrales moeten worden vervangen, zijn we daartoe in staat? Ik heb de afgelopen dagen ook specialisten twijfels horen uiten. Mensen die niet gebonden zijn aan een of andere partij, die zeggen ja, 6000 megawattuur, want daarover spreken we. Ja, dat is niet zo eenvoudig om daar iets voor in de plaats te vinden. En vandaar dat dat energiepact van belang is. Want in diezelfde beslissing van de Vlaamse regering staat dat we in de zomer van 2018, en in parlementaire termen duurt die niet zo lang niet meer, we zijn eind mei, dat we dan een akkoord moeten hebben op federaal met alle betrokken actoren om te zien wie wat gaat doen. En dus deze Vlaamse regering met Bart Omlijn op kop heeft daar een speerpunt van gemaakt. Ik denk ook dat hij heel wat tandjes heeft bijgestoken. Maar we zijn er nog niet, dat zegt hij zelf ook. Maar dus om te kunnen afkloppen... Maar los van de politiek, is het mogelijk, denkt u? Ja, ik denk nog altijd dat het mogelijk is. Om de heel eenvoudige reden dat er zijn ook studies in het verleden geweest. En niet van daarom partijpolitiek gebonden instellingen. Maar het VITO heeft het eigenlijk al een aantal jaren geleden. Het kan, maar dan moet iedereen wel eendrachtig erachter staan. En dan hoor ik Rob Wenders bijvoorbeeld zeggen, ja, het investeringsklimaat is niet gediend bij al die twijfel. Nee, dat is ook zo. Allee, als we vandaag nog in dit parlement discuteren, gisteren ook over een investeringsnorm, we zouden moeten ervoor zorgen dat binnen de begroting een bepaald budget rond investeert. Als ik hoor dat ondernemers vragen naar Duitsland, waar gaat die Vlaamse regering de volgende jaren in investeren, dan is het absoluut een draak dat de minister-president twijfel zaait. Dan volstaat het document niet waar minister Tomlijn mee zwaait in het parlement? Ik denk dat de minister-president die op de radio en op televisie verkondigt dat wij dat energiepact, of dat hij met de Vlaamse regering dat energiepact niet heeft goedgekeurd, dat dan heel wat investeerders inderdaad zoiets hebben. Oh, maar dan ga ik misschien mijn beschikbaar budget daar toch niet in investeren, want ik ben niet zeker dat mijn investering gaat lonen. Dus iedereen is gediend bij klaarheid. Dat vind ik wel. Ja. En in deze is de N-VA een zeer onbetrouwbare partner. Ja, er is de afgelopen dagen ook gewezen op de petrochemische nijverheid in de Antwerpse haven. Bijzonder energieintensief. Kan u die bedrijfsleiders geruststellen? Ja, uiteraard, want als je de beslissing bekijkt rond het energiepact, dan zitten daar ook maatregelen in richting energieintensieve bedrijven. Dus op dat vlak denk ik dat het energiepact behoorlijk goed in elkaar zit. En ik stel ook vast, als ik met bedrijfsleiders praat, onder andere uit de petrochemie, dat zij zelf ook al op zoek zijn naar alternatieven, omdat ze beseffen dat ze met een zeer energieintensieve bezigheid bezig zijn, die ze in de toekomst niet meer gaan kunnen volhouden. Dus ik denk dat alle neuzen in dezelfde richting staan. En dan heeft het geen tel dat de minister-president daar twijfel over zaait. Ja, maar nog eens terugkeren naar die politiek dan. Hè. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom zenuwachtig worden? Hè? De meeste partijen hebben eigenlijk afwijzend gereageerd toen er twijfel werd gezaaid op die VOCA-meeting door de voorzitter van de N-VA. Nu, Open VLD zei, voor ons is het een breekpunt bij een eventuele volgende regeringsformatie. Ja, als iedereen afwijzend reageert en een regeringspartij zegt het is een breekpunt, ja, dan kan je eigenlijk achteroverleunen en denken van N-VA krijgt dit nooit alleen klaar.
Ik denk dat dat inderdaad klopt. N-VA krijgt het nooit alleen klaar. Alleen vind ik het wel... is het politiek not done dat je zelf beleid voert? Hè? Dat je op de twee regeringen, en niet enkel hier, maar ook aan de overkant van de straat, ben je de grootste beleidspartij die in die regeringen zit. Dan verwacht je toch verantwoordelijkheid zijn. En in deze verwondert het mij van de minister-president, ik ken hem zo niet, dat hij eigenlijk niet langs de kant van zijn minister is gaan staan. Ja. Maar op een gegeven moment heeft gezegd, ik steun ook mijn partijvoorzitter. Ja, ik heb de minister even goed horen zeggen, ik ga het toch doen. Ja, tuurlijk. En alle geluk dat hij het gaat doen. Maar de oppositie zat in deze niet aan de linkerzijde van het parlement. De oppositie zat aan de rechterzijde en zat zit gewoon in die Vlaamse regering. En dat is onduldbaar voor een energiebeleid. Maar die heeft nog een jaar de tijd ongeveer tot de volgende gewestverkiezingen. Dat is... Jorin Joska, bedankt voor dit gesprek. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Er zijn nog een aantal andere vragen gesteld, onder meer over de eindtermen in het onderwijs. Onderwijs altijd een beetje emotie natuurlijk in het parlement. Die kan u bekijken nu zaterdag vanaf 6 uur.